Goeiedag. Mooi kleurenspel in de lucht zo af en toe. Heeft natuurlijk te maken met regenbogen in de herfst, oktober, november. Buien vanaf de Noordzee. Ja, dat kan dan leiden tot een mooie regenboog. En ook in de nacht zien we nu wel eens af en toe kleur. Zoals bijvoorbeeld de nacht van donderdag op vrijdag. Noorderlicht was er zichtbaar boven Nederland. En ik sluit niet uit deze winter dat we dat toch echt wel vaker kunnen gaan zien. Want de zon die is actief momenteel. De zon die kent een cyclus van zo'n 11 jaar gemiddeld genomen. En heeft daarin een minimum en een maximum. En dat maximum dat komt eraan zo in de eerste helft van 2025. Dat is wat astronomen verwachten. En als er zo'n zonnemaximum is rond die periode, dan zie je altijd dat er vaker kans is op noorderlicht. Nou, dat was in dit geval ook het geval. En zoals gezegd, deze winter kan dat best wel eens vaker gaan gebeuren. Ja, we gaan natuurlijk naar de 30-daagse kijken. Ik heb hier de weerkaarten voor volgende week. Een hoge drukgebied is dan tijdelijk aanwezig. Een zuidelijke stroming. Maar af en toe komen er ook echt wel buien voorbij, hoor. En die buien die kunnen best stevig zijn. Toch zal de temperatuur over het algemeen wat hoger zijn, omdat die aanvoer vanuit het zuiden komt. Ik kan u dat ook mooi laten zien in de temperatuurpluim. Dit is die temperatuurpluim en dan zien we zelfs dat we volgende week een paar dagen richting de 20 graden gaan. In het midden van het land, ook in het zuiden van het land, is dat goed mogelijk. En dan richting het weekeinde gaat die temperatuur weer iets dalen. Maar dit zijn nog steeds temperaturen die hoger zijn dan gebruikelijk. Want zo'n beetje richting het midden van oktober zitten we zo tussen 13 en 14 graden. En daar zitten we dus echt wel boven. En ook die nachttemperaturen die blijven aan de hoge kant. Qua neerslag zien we ook dat er toch wel een bepaald patroon aanwezig is. Het is een wat wisselvallig weerbeeld, hoor, wat we volgende week gaan krijgen. De dinsdag die ziet er dan echt wat droger uit. Komende zaterdag dan zien we ook veel neerslag. Maar dat is pas in de avond overigens, dat duidelijk is. Want die zaterdag ziet er overdag best wel goed uit. Maar als we op termijn kijken, en dat zijn we feitelijk nu aan het doen natuurlijk in deze 30-daagse, dan zien we dat die neerslagkansen hoog blijven. Betekent ook over het algemeen dat er veel bewolking aanwezig is. En daarom zijn die nachten niet zo koud. Vorige week, tijdens de 30-daagse, heb ik het veel over orkanen gehad. En dat orkanen een onzekere factor zijn voor weersverwachtingen op de lange termijn. Dit is een satellietbeeld van vrijdag. En dan zien we hier de kust van Afrika, de westkust om precies te zijn. En dit is het gebied zo'n beetje waar altijd die storingen vandaan komen die uit kunnen groeien tot orkaan. Hier zien we ook weer zo'n blob, om het maar zo te noemen. Dat is nu nog een gebied wat onderzocht wordt door meteorologen, maar waarvan men wel denkt dat dit toch ook wel weer een tropische storm kan gaan worden. Dat zou dan Nadine gaan worden. En ja, die tropische stormen die kunnen nog steeds tot ontwikkeling blijven komen. Dus ook nu weer ga ik zeggen dat deze 30-daagse op termijn natuurlijk wel weer wat onzekerder wordt. Want zo'n storm die gaat dan eerst richting het westen toe, maar buigt dan af en komt dan vaak in afgezwakte vorm ergens uit in het Atlantisch bassin aan de noordkant richting Europa. Hier overigens zien we de restanten van de storm Leslie. Ook die gaat afbuigen en gaat richting het noordoosten. Goed, we gaan eens even naar de drukverdeling kijken voor de week 14 oktober, 21 oktober. Dat is dus eigenlijk komende week. We hebben het net al op de weerkaart gezien. We zien dan toch die lage druk zo'n beetje tussen Groenland en Groot-Brittannië. En hoge drukinvloeden zijn duidelijk zichtbaar boven Centraal-Europa. Wij zitten daartussenin. En dan weet u het, dan hebben we te maken met een meer zuidelijke stroming. Nou, dan gaan de temperaturen over het algemeen hoger uitkomen. Ik liet u die twintigers zien. Wat neerslag betreft, nou ja, ook neerslag, hè, dat zagen we ook in de pluim in die eerste week. Dus het betekent ook dat het waarschijnlijk volgende week weer wat natter is dan gebruikelijk. We gaan een weekje verder, 21 tot 28 oktober. En dan zien we dat die lage drukinvloeden volgens dit Europees model geleidelijk aan toch wat minder gaan worden tussen Groenland en Schotland. Het luchtdrukniveau moet daar een beetje normaal gaan worden. En wij krijgen wat meer hoge drukinvloeden. En mogelijk leidt dat ertoe dat het dan wat droger gaat worden. Qua temperatuur blijft het nog wel aan de hogere kant ten opzichte van normaal. Nog steeds zo'n 1 tot 3 graden hier in het westen van Europa. Dus maxima van zo'n 15 graden, misschien 16 graden lijken nog steeds mogelijk. Ja, het is wel zo dat de nachten misschien wat kouder gaan worden als het hoge drukinvloed wat duidelijker gaat worden. Aan de andere kant zagen we in die tweede week van de pluim ook nog wel dat er wat wisselvallig weer te voorzien is.
Een week verder, 21, 28 oktober, zien we dat die neerslagafwijking wel normaal wordt. Dat betekent niet dat het droog zal zijn, want in oktober valt over het algemeen toch ook echt wel wat neerslag. En dan komen we op de maandwissel uit, 28 oktober, 4 november. En dan zien we nog steeds hoge drukinvloeden. Eigenlijk wel in heel Europa is dat zo'n beetje het geval. Zeker ook in onze omgeving, boven Groot-Brittannië. En dat duidt er dan toch op dat het weerbeeld vrij normaal zal zijn. Geen echte temperatuurafwijking meer. We gaan naar normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan zitten we zo rond 12, 13 graden over het algemeen. En de nachten worden natuurlijk ook wat kouder. Als we het dan gaan samenvatten, dan wordt het eerst wat warmer. Hè? Volgende week met die twintigers, dat is echt opvallend hoor voor deze tijd van het jaar. Later duidelijk wat meer hoge drukinvloed na die eerste week. En dan zien we wel dat de temperaturen geleidelijk aan weer rond normaal gaan uitkomen. Die echte extreme lijken er dan uit te gaan. En dan geef ik aan het einde toch nog even aan. Het orkaanseizoen is nog niet afgelopen, dus de zekerheid voor week 3 en 4 is natuurlijk niet al te groot. Nog fijne dag.